Welcome to my crib. Mooi bedje. Goedemorgen Kaylee, goed geslapen. Het is hier massa's klein en super klein. Badkamer. Hey, dit is de mottigste badkamer ooit. Kleinste douche ooit. Hey. Goedemorgen Landrovers en Jaguars. Het wordt een mooie dag. Voor jullie ook. Oh, ik zag je niet. Hallo. Hey mensen, hoe gaat het met jullie? Vandaag is het dag 2 van de Barcelona vlog. We gaan nu naar het Daily Museum. Daar gaan we nu naartoe. We zijn nu aan het museum aangekomen. En daar is een coole man. En die mannen hebben stokbroden op hun hoofd. Alles, wat gaan we doen in het museum? Bezoeken. Gaan we een museum bezoeken? Ja. En wat gaan we precies bezoeken? Museum. Ja. Emiel, ik moet oppassen, hè. Want het schijnt, hè, dat de vrouwen in Spanje een snor hebben. I'm going to watch if the girls have mustaches or not. No. Yeah, mustaches down there. What the fuck is that? What the fuck? Kijk naar die ogen, what the fuck? Dat zijn hoofden. Je hebt letterlijk babyhoofden als ogen. Ik weet niet hoe eng. Waarom kijkt deze man toch zo verdrietig? Hij is aan banden gelegd. Doen die poppetjes de Macarena? Met de midden, Macarena. Deze stoel kunst of mag ik erop zitten? Pick-up line in een museum. Silke, dit is hier allemaal kunst, maar jij bent het meesterwerk. Zoek de verschillen. Dit is geen kunst. Dit is ook geen kunst. En dit is prachtige kunst. Een brandblusapparaat. Mooi, hè? Ik probeer het opnieuw. Kaylee? Ja? Hier zit overal kunst. Ja. Maar jij bent de meester. Oh, dank u, Bentang. Zo leuk. Zeg, jongen. Ik ben bezet. Zo, dat was het museum. Nu gaan we op zoek naar voedsel. We zitten in Barcelona en we gaan naar Café Paris. Dit is de bacon hamburger. First bite. Dat is vrij goed, ja. Arne, wat vond jij van het eten? Hoeveel punten heeft jij het eten? It was very good. I gave it
10 out of 10 dinosaurs. 10 out of 10 dinosaurs? Yes. Yeah. Brofist. Wel, dat was een geinig museumpie. Nu gaan we naar het hotel in Barcelona. Hallo voor Barcelona. Hey, dat is een leuk hotelletje. Maar hoe zou de binnenkant zijn? En hier zijn we dan, in ons hotel. Hier is mijn bed. Haha, ik heb lekker twee plekjes om te slapen. En Ruben en Thomas moeten het samen in één bed doen. Hoe voel je je daarbij? Wil je echt commentaar? Yep. Ongemakkelijk. Ja, zeg toch. Ongemakkelijk. Wow, lichtje aan, lichtje aan, lichtje aan. Wow. What the heck? Kijk, oh. Oh, zwembad. You make, oh, oh, zwembad. The swimming pool. Swimming pool. We're gonna watch the swimming pool. Zwembad zonder fucking water. Er zit geen water in. Meen je dit? Ik zit, ik heb mijn bikini mee voor niks. Dus blijkbaar is er een zwembad in ons hotel en ik dacht, ja, ik heb mijn zwembroek mee aan al om te kunnen zwemmen. Maar blijkt dus, er zit helemaal geen water in dat zwembad, dus ik kan niet zwemmen. Nu, we zijn aangekomen in het hotel, gaan we nu gaan eten. En daarvoor moeten we eerst de metro nemen om naar het restaurant te gaan. Brieven. En ik word er een beetje lastig van vallen. Help! 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 So let's go! Een brievenbus! We zijn in het centrum aangekomen en nu gaan we zoeken naar een restaurant om te kunnen eten. Ik ben hier aan het vloggen terwijl ik aan het oversteken ben. Ik weet niet of dat veilig is, maar ik hoop van wel. Nee, dat doet van dat toch. Okay. We zijn aan het restaurant aangekomen. Het blijkt dus een fresco te zijn. Ik weet niet wat dat is, maar het schijnt dat het lekker is, dus ik hoop dat het lekker is. Hey, kijk, een reuze banaan in de lucht. Oh joh, verkeerd hè. Blijkbaar moeten wij even nog wachten om te kunnen eten, dus ja, dan wachten we maar. Hè. Nu we toch wachten, wil ik er even aandacht op steken dat er in Barcelona heel goed gerecycleerd wordt. Ik ben daar heel blij mee, ik vind dat heel positief. We hebben het gevonden wat het probleem is. Blijkbaar hebben wij dus gereserveerd, maar is er geen plaats. Wat voor logica is dat nu hier? En we kunnen eindelijk eten. Vandaag heb ik zin om mijn Aziatische roots te doen.
Dus daarom heb ik een bordje met alleen maar rijst genomen. Yo Arne, hoeveel punten heeft u het eten vandaag? 10 op 10 pannenkoekjes. 10 op 10 pannenkoekjes? 10 pannenkoekjes, bent dan. 10 pannenkoekjes? Yeah. Proficiat. Mensen, we hebben net gedaan met eten. Het eten was lekker. Maar ik heb straks nog een verrassing voor jullie. Een super grappig verrassingetje voor jullie. Nu nog niet tonen. Nu nog niet tonen. Weet je wat? Ik ga het jullie morgen tonen. In de volgende video. Het is echt cool. Ja, het is echt super cool. En misschien heeft dat er wel iets mee te maken. Mensen, we zitten met een probleem. Onze bus komt maar niet af. En de enigste manier dat de bus gaat afkomen, is als deze video 20 likes krijgt. 200 likes krijgt. Anders zullen wij hier voor altijd zitten en zal de vlog nooit kunnen eindigen. Dus like allemaal deze video. Like, alsjeblieft. Wow. What the heck. Oh my god. Kunnen we dat licht proberen aan doen of niet? Ja, maar het lukt niet. Het lichtje gaat niet aan. We hebben het al kapot gemaakt. We zijn nu 2 minuten en het licht werd aan. Maar hier is er ook een knop, wacht. Oké, we make it broke, man. We make it broke.